We gaan dus eigenlijk lopen zonder pauzes. Dan komen we dus ook langs de heksendans. Vandaag dus weer via de trap naar boven. Kom ik er dus net achter dat ik mijn eigen internet uitgezet had. De Ravensberg ga je dus met trappetjes omhoog. Naar de Hengstberg is dus letterlijk heuveltje op, heuveltje af. In een glooiend landschap. Kom ik er dus achter dat er twee sterrenbergen zijn. Eén sterrenberg van 52 meter hoog. En één sterrenberg van 92 meter hoog. Welkom bij deze video. Een beetje later als gepland aangekomen bij de Duivelsberg. Vandaag loop ik dus weer de N70. Alleen doe ik nu als eerste de Duivelsberg. En daarna de andere heuveltjes. Bij de N70 hoeven ze dus gewoon de groene paaltjes te volgen. We gaan dus eigenlijk lopen zonder pauzes, uiteraard met een beetje filmen. Dus kijken of dat gaat lukken. We beginnen dus vandaag mooi door deze holle weg. Gaat dan langzaam stijgen naar boven. Dan komen we dus ook langs de heksendans. Volgens mij werden daar de heksen vroeger berecht. Staan we hier dus bij de grens met Duitsland. Een oude grenspaal. En een heel mooi uitzicht. Mooi glooiend landschap. Hier staat ook nog een grenspaal. Die heb ik de vorige keer nog niet eens gezien.
Vandaag dus weer via de trap naar boven. En aan de andere kant weer met de trap naar onder. En een bankje. Ik heb dus heel even gezeten op die bank om het water te drinken, verder niks. Ik had er dus over na zitten denken om hier naar beneden te rennen. Maar aangezien ik doe wandelen, is rennen waarschijnlijk een optie. Dat was dus de Duivelsberg als eerste heuvel voor vandaag. Hier gaat het weer naar boven. Alleen Komoot heeft op dit moment geen bereik. Dus ik kan eigenlijk niet zien welke heuvel dat is. Ik moet dat dadelijk even opzoeken. Als er wel bereik is. Na een korte klimpassage gaat hier dus wel lekker in de afdaling. Hier kan je volgens mij ook naar de Duivelsberg.
Maar diegenen die dat weten, zouden ze hier een afkorting kunnen maken. Hier dat pad. Dan mis je wel een heuvel volgens mij. Hier is een poortje waar je door kan. Daar naar boven. Nou, ik zit weer op een bankje. Ik wilde nog eens proberen om via Komoot op te zoeken waar ik zat. Maar er is nog steeds geen bereik. Dan zit ik hier dus in de buurt van Bergendal. Bij de Duivelsberg. Dus als iemand weet waar dat aan ligt, dat hier geen bereik is, laat het maar even weten. Mooi pad met allemaal wortels. Moet je wel opletten waar je loopt. En hier ook weer een trappetje vooraf te dalen. Waarschijnlijk is die Sterrenberg straks het hoogste punt waar ik nog heen moet. Ja, we zijn bijna onder. Weer een trappetje naar boven. Kom ik er dus net achter dat ik mijn eigen internet uitgezet had. Dus daar lag dat aan. Zit ook op een slim. De Sterrenberg is 52 meter hoog. Hebben we dus al gehad. Dan lopen we dus richting de Ravenberg, dat is 70 meter hoog. En de Hengstberg, die is 72 meter hoog. Daarachter is een soort watervalletje.
De Ravensberg ga je dus met trappetjes omhoog. Kan ook een voordeel zijn. Volgens mij ben ik op het hoogste punt nu van die Ravensberg. Dan hebben we nu weer een afdaling richting de Hengstberg. Dat was dus de afdaling van de Ravensberg. De rode ster richting de Hengstberg. Hier is ook weer een schitterend uitzicht. Het gaat hier dus richting Hengstberg. Er zitten van die kleine heuveltjes tussen volgens mij. Hier hebben we eerst een afdaling. En nog steeds het mooie uitzicht. Varend, altijd weer schitterend. Naar de Hengstberg is dus letterlijk heuveltje op heuveltje af in een glooiend landschap. Dacht ik bijna bij de Hengstberg te zijn, krijg ik eerst weer een afdaling. Haha.
Hier begint hij dus. Dit zal geen 10% stijging zijn, denk ik. De Hengstberg hebben we dus gehad. Dan lopen we dus door het Hengstdal langs die berg heen. Ik ben dus nu nog steeds in Nijmegen. Zometeen lopen we dus richting de Stollenberg. Die is 83 meter hoog. En de Boterberg, die is 46 meter hoog. Dan gaat het dus al richting Boterberg. Dus dat is een lichte afdaling. Dan krijgen we daar nog één berg, of heuvel, die is 92 meter hoog. Die berg van 92 meter, dat is dus de Hanenberg. Dan zou die dus hoger zijn als de Duivelsberg. En weer een daling via de trap. En daar heb ik weer een stijging omhoog via een trap. Nou, we gaan nu dus richting de Hanenberg, 92 meter hoog. Het is hier trap op, trap af. Dan heb je de ene trap. En daar komt de andere trap. Ik sta dus nu op de Hanenberg, 92 meter hoogte, en dan gaan we dadelijk aan de afdaling beginnen. Dan kom ik er dus achter dat er twee sterrenbergen zijn. Eén sterrenberg van 52 meter hoog. En een sterrenberg van 92 meter hoog. Ik loop dus nu richting die sterrenberg van 92 meter hoog. De N70 loopt niet helemaal naar de sterrenberg, maar die gaat hier weer eerst omlaag.
Hier moet het dus weer bergop. Nou, volgens mij komt het nu tegen de flanken van die sterrenberg op. Dat was hem, geloof ik. Volgens mij ben ik weer boven. Nou. Heel klein stukje maak voor het filmen. En hier krijgen we dus weer een mooie afdaling. Weer een mooi pad met wortels. Ik had even op maps gekeken. En dit schijnt dus de Meerberg te zijn. Ik kon er op Komoot niet terugvinden. We lopen hier dus ook bovenlangs het Filosofendal. Ik ben bijna weer terug bij de parkeerplaats van de auto. De volgende video in deze serie gaat N70 trainingspauze heten. Als jullie meer video's van mij willen zien, dan kan je op dit kanaal abonneren. En weer een daling via de trap. En dadelijk weer een stijging omhoog via een trap. Een beetje uitgesleten van de regen, volgens mij. Oei.